Al ben je travestiet, maakt mij niet uit. We zien je maar, daar gaat het hem. Schat, is goed vertegenwoordig bij jullie? Ja, natuurlijk. We hebben weer een prachtige mooie prins. En een jongen. Die gaat nog veel harder dan ik. Dus het kan alleen niet schande. We hebben een mooie artiesten hier. We zien het, hè. Golden Riel is één familie, één gemeente. En we hebben Johnny Purple, Frank Smekers. Elke dag artiesten, elke dag feest. Johnny is gewoon onze vriend. Ik wou net zeggen, jullie zijn echt een vriend met elkaar, hè? Ja, echt wel. We spreken elkaar zo nu en dan en we hebben veel. En we wisselen gewoon goede contacten uit over een liedje en hoe je bepaalde dingen moet doen. Ja, het zijn gewoon allemaal leuke mensen onder elkaar. Zonder pijlen, lekker aan de bar. Ben je op het idee gekomen? Nou, ik ga nog alles een keer samen met mijn maten op zondag sparten in de kroeg, zoals ik eigenlijk in het liedje zeg. Het is gewoon een waargebeurd verhaal. Het is een waargebeurd verhaal, uit het leven gegrepen, ja, ja. Je zou het kunnen zeggen dat het een levensliedje zou zijn. Ja, bijna wel, ja, bijna wel. Ja, ik ben niet voor niks valkzanger, hè, dus... Geitje in de Café, dat was je eerste plaat. Ja. En zoals we hebben kunnen zien, hij doet het nog steeds goed, hè? Ja, hij doet het nog steeds heel erg goed. De zul zegt altijd tegen mij, John, oefening maakt kunst. Als je me 6 jaar geleden had verteld dat dit allemaal nog zou gaan gebeuren, dan had ik je helemaal voor gek verklaard, want ja, dit is fantastisch. Het begint een traditie te worden. Ja, ondertussen wel. En een hele mooie traditie. Ik had het voor geen goud willen missen. Genieten met een hoofdletter G. Guus doet het in Eindhoven, ik doe het in Kruikenstad en in Riel, in Goorle en ondertussen door heel Brabant heen. Met vrienden en vriendinnen, je gewoon ontdekt het meest. Oh, kijk, jullie staan op de CD-presentatie van Johnny Purple. De kroeg zit er ramvol. Ja. Het is supergezellig. Ja, ja, zeker weten. Het is één groot feest en daarom zijn we er ook bij. We zijn trots op ons kaaiengat. We zijn natuurlijk trots op Johnny Purple, want die hebben we wel in ons hart gesloten. En daarom zijn wij erbij. Die laten nooit verstek gaan. Die zijn nu al 3 jaar op rij. Voor het 3e jaar op rij zijn ze erbij aanwezig. Ik heb een mooie onderscheiding gehad. Hij kaaiengat heeft een damesraad. Hoe vind je dat? Ja, die begrijpen het. In de grotere steden snap ik wel een beetje dat het een beetje een mannendingetje is. Maar kom op mensen, bijna 2018. Wij doen niet meer onder voor de mannen. Al ben je travestiet, maakt mij niet uit. We zien je maar, daar gaat het hem. Of je vrouw bent, man, maakt niet uit. Dan moet je niet naar kijken. 3 woorden, damesraad. Als ik zeg 3 woorden, dan zegt u? Keigaaf. En nog eentje. Super keigaaf. Super keigaaf. Tilburg, we gaan knallen, jongens. Heerlijk. We gaan een heel mooi feestje tegemoet.